Beste luisteraars, vandaag is het 9 maart 2015. Wat Amsterdam Noir betreft echt een historisch moment. Want we hebben vandaag gelezen op de site van dokter Anders Misha Kat Klokkenluider dat hij er per 1 april mee stopt. Even een kleine inleiding wat ons betreft. Wij beschouwen Misha Kat voor een heleboel dingen, maar één van zijn dingen kun je stellen. Misha Kat is wat ons betreft de geestelijke vader van wat de mainstream media ooit negatief kwalificeerde als de grondlegger van de lawaai-journalistiek. De mainstream media bedoelde het uiteraard als een soort van neerbuigende kat, een kat aan kat. Maar wat ons betreft is die term, die voor het eerst, als ik het goed herinner, bij Eén Vandaag of zelfs in Nieuwsuur gebruikt werd om Misha Kat voor de zoveelste keer door het rioolputje af te voeren. En hadden ze de term voor hem bedacht. En ik zie hem nog staan met zijn megafoon bij de ratteninpak van het Zuidas Amsterdam. En dat werd dan als voorbeeld tentoongespreid aan het, zeg maar, murf gehersenspoelde SBS-klootjesvolk. Als de zogenaamde ordinaire, krankzinnige lawaai-journalistiek van Misha Kat. Nou, we hebben hem hier aan de lijn. En we wilden graag op dit historisch moment, toch enigszins ook een groot verlies voor het vrije woord in Nederland, dat Misha Kat na 5 jaren van harde en noeste strijd kennelijk ermee stopt. En daar willen wij van hem weten. Wat is de reden, Misha, dat je daartoe besloten hebt? Het bestaat 12 jaar bijna. Dus dat is wel een stuk meer dan 5 jaar. Oké, pardon. En bijna 5000 artikelen. Nou, echt, de directe aanleiding was eigenlijk toen ik dus las dat over het MH17 verhaal, dat eigenlijk nu gewoon de bewijzen gewoon zo keihard op tafel liggen dat de Nederlandse regering hier mede achter zit. Dat ik dacht van ja, dit is natuurlijk hiermee is het einde bereikt. Ik bedoel, erger dan dit bestaat niet. Nu is alles duidelijk, de bewijzen liggen er. Ik bedoel, Rutte, Timmermans, die gewoon 200 Nederlanders afslachten. Gewoon afslachten om een derde wereldoorlog te kunnen beginnen. Ja, wat moet je dan nog als journalist? Snap je? Dat is het punt. Wat kan je dan nog? Er is niets meer. Dan is het einde bereikt. Dan kan ik nog wel gaan roepen van ja, Demmink is een pedofiel. En er is een bananafraudenrepubliek. Maar dat heeft dan geen zin meer. Want ja, bedoel, dit is nu gewoon. Nu is gewoon bewezen dat ons regime bestaat uit moordenaars. Maar zou dat ook niet. Ja, ik respecteer uiteraard zonder meer je besluit. En ik begrijp, ik proef er een beetje uit dat je zoiets hebt van het heb eigenlijk geen nut meer. Wat je ook schrijft of roept. De trein dendert door, zal ik maar zeggen, naar het Oostfront. En de ratten in pak blijven gewoon schaamteloos hun zakken vullen ten koste van de massa. Maar is het ook niet een vorm van capitulatie dan? Dat zou je misschien kunnen zeggen. Behalve dat ik dus nu eigenlijk een move maak die ik eigenlijk ook al veel langer in gedachten had. Namelijk, dat heeft te maken met het feit, waar houdt het werk op van de journalist en begint het werk van de revolutionair? Ja. Kijk, dit is gewoon heel basic, Steve. Kijk, als journalist heb je gewoon, wat ik dan ben, heb je dus de taak en de functie om de waarheid te brengen, om feiten te brengen. Nou, dat heb ik dus 12 jaar gedaan met Klokkenluider Online. En nu is het punt bereikt dat de kracht van die feiten, als het dan gaat over de pedo-netwerkingen, over de bananafraudenrepubliek, over Opstelten, over MH17, over 9-11, you name it, de vaccinaties, McDonald's. De feiten, de kracht van de feiten is nu zo sterk. Hè? Ja. Dat kan gewoon niet sterker. De taak van de journalist is nu uitgespeeld. Ik kan niet nog meer de zaken nog sterker maken. Ik kan niet Demmink nog meer een pedofiel maken. Steve, dat niet al is. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel dit. Ik geloof dat wij daar wel over eens zijn. De zogenaamde mainstream media stort dagelijks, ik zal maar zeggen, zijn valse feiten en verdraaiingen over de massa heen. En dat is geen tegengif. En is dat niet een van jouw taken, tenminste het was het zeker, maar ook misschien niet voor de toekomst, om hoe klein ook daar een klein beetje tegengif tegen te brengen? Kijk, als jij stopt, dan ben jij bent nogmaals een van de weinige
sowieso echt de klokkenluider, wat mij betreft. Ik ben het heus niet op alle punten met jou eens. Ongeveer met 90% wel. Maar desalniettemin behoor jij, wat mij betreft, tot een van de voortrekkers van zeg maar, de vrije lawaai-journalistiek, die toch een soort van horsel is in de vacht van de machthebbers. En als die dan ook verdwijnt... Ja. Ik noem het guerrilla-journalistiek. Hè? Dat is mijn term. Hè? Daar ben ik heel trots op. Dat ik dus de eerste guerrilla-journalist ben. Je bent een actieve en een participeer. Nou ja, eigenlijk, als ik erover nadenk, in de termen te blijven van het lieg- en bedriegkabinet, ben je eigenlijk een participerende journalist. Je participeert middels je journalistiek ook echt mee. Ik wil de kijkers voor zover, of de luisteraars voor zover ze dat niet allemaal weten. Je hebt er ook een hele zware prijs voor betaald. Ja, absoluut. Je hebt even uit mijn hoofd 3 maanden in voorarrest gezeten, als ik me goed herinner. Ja, diverse malen 2 of 3 dagen in allerlei politiebroodjes doorgebracht tussen de pis en de kots. Ja, je bent, ik weet niet hoe vaak, door de media-maffia's tronton gehaald. Dus je hebt er wel een hele dure prijs voor betaald. Dus eigenlijk, dat vind ik eigenlijk ook wel erg dubbel tegenstrijdig, de mensen die jou afdoen, instituten, openbaar ministerie en de zogenaamde maffia-misdaadjournalisten Peter R. de Vries en John van Heuvel, als een volle complotgek, besteden ontiegelijk veel aandacht, tijd, energie en geld om jou eigenlijk monddood te maken en zelfs letterlijk in de gevangenis op te sluiten. Dus met andere woorden, als je zo gek bent en zo'n complotgek bent, waar eigenlijk niemand serieus hoeft te nemen, dan is het eigenlijk heel erg in tegenstrijd dat ze je wel, ik geloof wel 4 of 5 processen aan je broek smeren, je in de bak hebben gesmeten. En ik herinner me bijvoorbeeld de beroemde Twitter van Peter R. Dat hij bijvoorbeeld zei, kijk, hier is wat een complotgek. Dus er wordt wel heel veel aandacht aan jou besteed, ondanks dat je volgens hun gek bent. Nou, inmiddels niet meer, want het is dus niet gelukt om mij down te krijgen als complotgek. Het is er niet gelukt om mij in de gevangenis te krijgen als veroordeelde crimineel. Dus nu houden ze verder hun mond allemaal. Ja, je hebt nog het proces lopen natuurlijk. Nou ja, die zijn dus definitief on hold gezet. Daar kunnen ze niet mee verder, omdat ik ze in alle punten schaakmat heb gezet. Ja. Dus dat geeft al aan. Hoe lang heb jij precies gezeten? Wat zei je? Hoe lang heb jij precies in de... Nou, bijna 4 maanden. Dat bedoel ik, dat is niet niks. Nee, dat is gigantisch. Dat heeft mijn leven natuurlijk ook totaal op zijn kop gezet. Ja, en dat is natuurlijk absoluut nog steeds, heb ik daar de naweeën van. Maar wat ik dus eigenlijk nu wil aangeven is dat ik dus niet een handdoek in de ring gooi, maar dat ik dus nu een andere rol wil gaan vervullen. Dat ik nu zeg, kijk, op het moment dat je als journalist een aantal jaar lang in bijna 5000 artikelen gewoon je verhaal hebt verteld, je feit hebt neergelegd, dan is het op een gegeven moment aan het volk om daar iets mee te doen. Ja, zo werkt het. Het volk kan ook zeggen, bijvoorbeeld Steve, nou, al deze feiten in acht nemende, vind ik het eigenlijk wel prima dat we geregeerd worden door pedofielen. En dat Demmink onze kinderen verkracht. En dat, dat kan ook. Ja, bedoel, die vrijheid heeft het volk toch? Dat ze zeggen, nou, we kiezen hiervoor. Klopt. Ja, dus... Wat wil je dan anders gaan doen dan wat je nu doet? Nieuw domein openen. In plaats van klokkenluider online wordt het nu revolutionair online. Okay. Ja, Steve, we zitten niet stil, hè? We zitten niet stil. Okay. Revolutionair spannend, online. Je weet wat ze zeggen bij SBS. Spannend. Heel erg spannend. Ja, revolutionair online. The next step. Dus van klokkenluider online is nu revolutionair online. Okay. En wat ik dan wil gaan doen is gewoon een forum bieden voor revolutiegeluiden uit de samenleving. Okay, een soort verzamelpunt. Ja, die niet van Micha Kapp afkomstig zijn, maar van gewoon boze mensen van een slager in de Veenlandbolstraat. Ja, die gewoon helemaal kapot is gemaakt door de terreur van de gemeente met de Noord-Zuidlijn. Die zijn omzet heeft zien implodeeren. Die gewoon helemaal gek is en die gewoon zegt, nu is het genoeg en nu ga ik meedoen met de revolutie. Ik noem maar een voorbeeld. Ja. En die kan zich bijvoorbeeld wenden, die kan een stukje schrijven op Revolutionair Online. Of andere mensen, weet je wel. Iedereen die mee wil doen aan de revolutie, die moet... Dat is mijn idee. Ja, dat ga ik proberen. Ik vind het een hartstikke goed idee, maar het doet me ook een beetje denken aan wat al in Jeruzalem is, hè? Je weet wat er in Jeruzalem staat, toch? Wat dan? Heb je toch... daar kan je toch een briefje aan God schrijven? Ja, de klaagmuur.
Ja, dan moet je, kan je toch, ja, exact. Ja. Dus Misha Kat begint met een klaagmuur. Nou, ik denk, als de mensen er nog de kracht vinden om hun onvrede en hun ellende kenbaar te maken, dan moet het, jouw nieuwe site, Revolution Online, dit moet stormlopen. Goed. Ja, oké, Steve. Nee, ik ben blij dat je het leuk oppikt. Maar goed, kijk, het is duidelijk dat op een gegeven moment moest het gewoon iets anders gaan worden. Hè? Ja, ik kan ik me bedoel, voorstellen. Op een gegeven moment kon ik het niet meer uit mijn toetsenbord krijgen om weer te schrijven. Nee, het was voor jou een examen op pedofiel. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Want het is voor jou is het een, zeg maar een soort herkauwen wat een koe doet van dezelfde. Het is elke keer dezelfde stof. En precies. Ja. En wij hebben natuurlijk wel eens meer gepraat. Dat we zeggen dat jij wel eens tegen mij zelf zei. Van ik heb nou een ontdekking, dat kost die en die zijn kop. En dan zei ik altijd, ik weet niet of je het wel eens kent, nee, dat kan je, in Nederland kan alles bijna bekend worden, hoe walgelijk en afschuwelijk en misdadig dan ook. We hebben Ivo Opstelten, Joris Demmink, Ed Nijpels. Nou ja, exact. Vul het heel, je kan een uur doorgaan, maar het maakt niet uit. Ze gaan gewoon door. En dat is verbijsterend en verbaasd. En het verbaast mij toch nog elke keer. En jij had nog wel eens de ideale hoop. Van zo'n onthulling moet tot gevolg hebben dat iemand moet aftreden. Of dat iemand gearresteerd wordt. Maar het is niet het geval. En ik kan me voorstellen dat jij nu iets hebt van, nou ja, ik kan daar niet meer over schrijven. Want het heeft toch geen zin. Dat klopt. Maar ook inderdaad, heel duidelijk was toch het idee van, als dus inderdaad nu vaststaat, dat MH17 verhaal, dat is natuurlijk, ja, je kan natuurlijk in feite alle dossiers noemen, hè? Ja, maar dat precies. MH17, dat vind ik zo duidelijk, omdat gewoon de bewijzen gewoon zo spijkerhard, er zijn gewoon vliegtuigonderdelen gewoon doorzeefd met kogels. Ja, je kan het op de foto's kogels, zien. Ja, ik ben kogels! Niet eens. Ze hebben zelfs opnames bij de NOS getoond, waar een leek van kan zien, een kennis van mij die helemaal niet die in deze materie zit, die zei gewoon op het journaal, maar je ziet gewoon in de brokstukken kogels zitten. Ja, dus dat kogels. Is niet van een raket. Er is een heel goede documentaire laatst gekomen aan Russia Today. Die heet Reflection aan de M17. Ja, daar wordt het op een rijtje gezet. En het is absurd dat daar gewoon verder niks mee gedaan wordt in de mainstream media. En men gewoon doorgaat alsof nog steeds, zeg maar, Poetin die raket heeft afgeschoten. Ja, exact. Maar goed, je weet altijd wat Churchill altijd, wat zei, Steve. Het eerste slachtoffer van elke oorlog is de waarheid. Ja, klopt. Maar Misha, nou, dat geldt nu weer natuurlijk. Misha, ik moet rekening houden met onze sponsors. Ja, dat snap ik, Steve. Dus ik moet het. Onze sponsors, zeg maar, kan ik hier niet noemen natuurlijk, onze sponsors. Dat gebeurde al met zwart geld uit Zwitserland. John de Mol. Ja. Nou, John de Mol kan doen en laten wat hij wil. In ieder geval, ik wou jou heel veel goeds toewensen. Heel veel succes. En tot slot nog één keer. Komt er een afscheidsreceptie van het openbaar Joris Demmink ministerie ten ere van jou. Ik zal maar zeggen, stoppen van je klokkenluider. Ik ken Joris Demmink allemaal als kindermisbruikende secretaris-generaal van Justitie. Meneer Demmink, misbruikt u nog steeds kinderen? Bent u een pedofiel, meneer Demmink? Meneer Demmink, neemt u nog laatst een kind misbruikt? Waarom zegt u niks? U wordt betaald met gemeenschapsgeld. Meneer Demmink? Misbruikt u kinderen, meneer Demmink? Bent u een pedofiel? Die gaat er zeker komen, want dat wordt namelijk, die wordt namelijk synchroon georganiseerd met de grote rechtszaak die er toch wel aan zit te komen, Steve. Want dat kan je nu al van onthullen, de MIGA DNA-tribunaal. Ja, dat gaat er dus wel komen, althans. Mijn advocaat die heeft wel aangegeven dat het op zich wel doorgaat, waarschijnlijk kan een datum te zijn. Leuk. Dus dat wordt dan echt, ik bedoel, dit moet dan echt gewoon het eindstation worden. Maar MIGA, tot slot. Ik zou willen zeggen, zolang Micha, pas op en laat je er niet onder krijgen en bedankt voor je tijd en uitleg. Ja, hartstikke bedankt. Take care, Micha. Ik ga je afsluiten. Over en uit. Oh.